Zena en haar vriend wilden een leuke avond, maar de drugs die zij gebruikte werd de 21-jarige moeder fataal. Haar achteroom plaatste hun verhaal op Facebook. Het bericht is al duizenden keren bekeken. Nou, wat ik denk dat er gebeurd is, is dat wat hoort bij die leeftijd, is dat je dingen van het leven wil ontdekken. En dat je niet altijd weet waar de grenzen liggen. En dat ze aan de gang zijn gegaan met spulletjes die gewoon beschikbaar zijn en niet in de winkel. Want als je in de supermarkt een aspirinetje koopt, dan wordt bij de kast al gevraagd wat ga je ermee doen. En dit niet. Daar wordt helemaal niet gevraagd wat je ermee gaat doen. En helemaal niet gekeken wordt naar de combinatie waarin je het gebruikt of dat het goed is. En je gaat zeker niet als je dat koopt kijken op het internet van klopt het wel. Maar ik denk dat er iets van versneden poeder is gebruikt wat niet in de juiste vorm is. En dat ze dat gebruikt hebben. En dat bij hem hebben ze dat op tijd wat tegen kunnen doen. En zij leek, wat ik begreep aanvankelijk, daar niet zoveel last van te hebben. Dat dacht ze misschien zelf ook. Maar bij haar kwam het wat later. En toen was het te laat. Eerder dit jaar werd al gewaarschuwd voor de gevaarlijke combinatie van cocaïne en het versnijdingsmiddel atropine. Mogelijk heeft Zena dit ook met haar vriend gebruikt. Ja, maar ja, dat is het. Dat is het. De verpakking eromheen maakt het voor deze doelgroep natuurlijk uitermate geschikt. Want het is partydruk, je gaat over het internet, er wordt geroepen dat er wel fout tussen zit, maar over het algemeen gaat het goed. Het is heel leuk, dan is er nog de sociale druk op elkaar natuurlijk. Van ja, ik gebruik het, nou, maar moet jij toch ook gebruiken? Ja, dan ga je daarin mee en dan doe je dit. Dus er zullen misschien mensen zijn die zeggen, ja, ze is een jonge moeder en als moeder doe je dat niet. Maar ik vind dat onzin. Weet je, het is the heat of the moment. En de mensen die geboren worden, die alleen maar verstandige dingen doen. Nou, ik ontmoet ze graag, maar die zijn er niet. En dit meisje heeft gewoon 10 vragen er 9,5 goed. En eentje gaat ze fout en die is toevallig fataal. Maar dan heb je nog steeds een 9,5.